En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op ItzUltraxx, de enige echte. We gaan even lekker wandelen. Het is de laatste dag vandaag en we gaan nog even lekker wandelen. Ik heb er wel zin in, dus laten we maar even gaan. Hier het huisje nog eens. Ja, morgen weer naar huis, jammer genoeg. Zit het er weer op, helaas, jammer. Dus, maar we gaan nog eventjes lekker een wandelingetje doen. Tot zo. Zo, nou we zijn bijna bij het einde van het park. En hier begint de wandeling. Als het goed is moet je hier met je armbandje, ik zal hem laten zien, dit armbandje, kan je de poort openmaken. En dan kan je naar buiten als het goed is. Dan gaan we kijken hoe dat werkt. Ik ben wel benieuwd. Dus even kijken hoe dat werkt. Dit dus. Moet ik er dus voor houden. Zo, even kijken, hier heb je dat apparaatje. Doe je zo. Ja, dan zegt hij piep, zegt hij. Ja, dan kan je er doorheen. Ja, want eerst was dat met je huissleutel. En nu is het dus met, dit armbandje. Is het. Dus, nou hebben we dat ook weer gedaan. Doet hij niet? Oh, hij doet het niet. Gewoon niet ervoor houden, door je piep. Nee, dat brede ding, dit hè. Dat brede stukje, dit. Dat brede stukje, ja, die moet je ervoor houden. Dat weet ik wel, dat doe ik toch thuis ook. Thuis zien. Hij moet op groen springen. Ja. Dat doet hij het wel. Zie je wel. Hij doet het zwaar om op te zitten. Ja, precies. Het is even wennen, hoor. Ja, het is even wennen. Maar goed. We hebben nou eens een keer, normaal doen we altijd dezelfde route. Hè? En dan beginnen we bij het begin van het park, zeg maar. En dan gaan we, zo nu gaan we andersom. Want we gaan op het restaurantje gaan we nog wat drinken, lekker. Dus daar heb ik wel zin in. Deze brug. We kijken wel een maïs. Ik wil eens bij de maïs kijken. Dat vind ik wel leuk. Even dat mais even. Leuk hè. Een aardig wat mais hoor hé. Jeetje, een loop mais. Ja, er staat ook natuurlijk een bord verboden toegang. Dat je er niet zomaar in gaat. Maar kijk eens. Wat een mais zeg hé. Zie je artikel 461 van het wetboek van strafrecht. Maar we gaan er niet in. Ik wil alleen even dit filmen. Oh, aardig wat maïsdingen staan, hè? Maïskorrels zou ik zeggen. Ja, die komen eraan. Leuk. Ja, mooi, hè? Nou, hier de maïse vonden. Allemaal schaapjes. Ja, morgen gaan we weer naar huis. Dan zit ik, als het goed is, aanstaande zaterdag, de dag daarna, zit ik alweer 's avonds op de kermis. Zo hard kan het gaan. Zo ben je hier op vakantie en zo ga je alweer 's avonds naar de kermis toe, als het goed is. Dus ja, en dat gaat ook natuurlijk gewoon weer door, de kermis hè. Dus zitten we binnenkort weer op de kermis. Dat is allemaal schaapjes. Maar nee, ze zeggen niks vandaag. Normaal lopen ze altijd nog wel eens te roepen naar Ger. Normaal roepen ze nog wel eens even naar Ger. Roepen ze Ger, Ger. Maar hun weten. Kijk, dit zijn verstandiger als bij ons. Hè. Bij ons lopen ze elke keer te roepen. Maar ja. Hier kennen ze Ger niet, dus hier roepen ze ook niet naar Ger. Hé. Hey. Ger. Nee, zie je, hier kennen ze Ger niet. Die schapen bij ons lopen altijd te roepen, Ger, Ger. Zeg, Ger is er niet. Het is echt een rare lucht is het. Het is wel... Hier is het helemaal onbewolkt, hele mooie blauwe strakke lucht. Maar hier zit een hele grote regenwolk trekt erover. Dus ik hoop dat we het droog houden. Nou, gewoon maar even 10 minuutjes. Even lekker filmen. Even een klein vlogje eventjes. Ik heb toch nog niet veel opgenomen deze week. Dus ik vond het wel even leuk om even te filmen. Ik loop even deze kant op. Hier zie je de huisjes van Marveld. Zie je? De huisjes van Marveld. En hier doen ze helemaal niks meer aan. Het is gewoon helemaal... Hallo! Hier is het gewoon helemaal overwoekerd. Ik weet niet of ze dat nou eens een keertje plat maaien of zo. Dat zou wel even laatlijk een keertje gedaan moeten worden, want het begint al aardig... Hallo! Het begint al aardig lang te worden. Eigenlijk gewoon eens even de klepel maaien eroverheen. En even lekker kort maaien die hap. Ja, het is hier wel heerlijk om te wandelen hier, hoor. Want dat zijn die nieuwe huisjes. Moeten we ook nog een keer, die gaan we ook nog een keer proberen. Die nieuwe huisjes. Voor mij, als ik het goed had, worden ze aangedaan als parkvilla's. Nou, ik heb een keer die gasten van... Game Meneer en weet ik veel wat, nee, Game Meneer was er niet bij, ItzUltraxx was erbij. En hoe heet die andere gozer, Jeremy was er. Die had toen een keer zo'n huisje geboekt. Ik wel eens zitten kijken hoe dat van binnen uitziet, maar dat gaan we ook nog wel een keer proberen. Alleen heb je daar dus maar één stand. Heb je maar, want je hebt maar één stand. Ja, hier is het helemaal... kaal. En hier heb je dan ook weer allemaal van die hele grote maïsvelden hier ook. Echt hele grote maïsvelden. Bruggetje, helemaal opnieuw aangelegd, want het brugje was deze keer, ja, het was al een hele tijd was die al kapot en niet goed meer en zo. Het is helemaal opnieuw gerenoveerd, helemaal dat ding. Netjes hoor, het is mooi geworden. Dat hadden we vorige keer ook al gezien. Hier is allemaal van die velden allemaal. Ja, is het wel mais eigenlijk. Ik zit daar wel de hele tijd maïsvelden, maar... Ik weet nou niet of dat het nou echt maïsvelden zijn. Oh, hier kan je nog die kant op lopen. Dan ga je naar de Marhuusen wandeling. Ga je. Nou, hier was vroeger het oude strandje. Was hier vroeger. En dit vind ik altijd mooi, hè. Dat water wat... hier was vorige keer het strandje. Dat is nou ook wel helemaal, echt helemaal dichtgegroeid. Maar het mooiste van deze wandeling... En dan vind ik het echt de allermooiste, dat is dit stuk. Deze stuk, wou ik zeggen, dit stuk. Kijk eens, wat mooi. Hier brugje. Zo ga je Marveldtalk weer in. Kijk. Mooi hoor. He? We laten het helemaal dicht groeien. Ja, ze laten het helemaal dicht groeien. Vroeger was het altijd open en dan kon je zo kon je ook een hele wandeling doen. Maar ze laten het gewoon helemaal dicht groeien. Daar had je vroeger nog een strandje voor de honden. En die hebben ze toen ook weggehaald. En deze brug, hè, die was helemaal zwaar verouderd. Het stortte allemaal half haast in elkaar, dat zootje. Vooral die leuningen die waren helemaal kapot. Hè? Een paar jaar geleden. Ja. En toen hebben ze toen weer helemaal opnieuw dat weer helemaal opgeknapt. Wel mooi geworden, hè? Dus nou, dat was even een wandelingetje. Ik vond het wel even leuk om even 10 minuutjes wandeling laten zien. Bedankt jullie allemaal voor het kijken. Groetjes van deze kant. Abonneer eventjes, liken. En ik spreek jullie allemaal groetjes. Tot de volgende vlog. Hoi! Sta ik goed erop? Ja, ik sta er goed op. Doei, dag maar. Doei, doei.